Kom maar, en dan introduceer ik jou. Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering. En nu eindelijk een keer zonder vrouwen, maar met een hele bijzondere gast. Ik noem het een vriend, noem je toch een vriend? Ik ook. Ex-collega van je. Ja, Michael Schaap. En Michael, wij hebben samengewerkt bij de VPRO, bij het programma Waskracht. En er is toen een heleboel al gebeurd. Zo lang gaat het al terug. Dat was net in die tijd, tijdens dat Hitler-filmpje van mij, had jij een programma gemaakt met Gideon Levy over die Joodse tegoeden. Ja. En toen ging dat over? Wat was Weet je dat echt niet meer? Jawel. Nee, voor de domme kijkers. Ja, nee, oké. Okay. Je had eerst de commissie van Kemenade. Nee, ja, dat was de commissie van Kemenade. Die ging onderzoeken hoe zat het nou in de oorlogen met de Joden en dat geld en zo. En toen uiteindelijk bleek er dus dat de Nederlandse staat natuurlijk nog heel veel geld in kas had van vermoorde mensen. En in die tijd gingen ook de banken open tussen aanstekers in Zwitserland, weet je nog wel. En werd er... Wanneer was het eigenlijk... Jaren 90, hè? Ja, ja 2000. Nee, ja, 2000. Ja, zoiets. Toen ontdekte men dus dat er in Nederland ook geld was. En de vraag was natuurlijk hoeveel dat was. En er is toen allemaal commissies overheen gegaan. En op een gegeven moment hadden wij er genoeg van. En toen zijn wij namens Waskracht geld gaan ophalen in Den Haag. Met jouw vriend Paul-Jan van der Wind. Ja. Ja, Michael, was het voor, want ik werkte bij de Groene en was Jurie Boom en Van der Pleij, die hadden die doos gekregen. Ja, die hadden, daar begon het in Nederland mee. Ja. Die hadden de doos gekregen, die hadden in een pand waar ze zaten op zolder het archief gevonden van de roofbank Liro, de Lipman Roosbank. Liro, precies, ja. Ja. En toen bleek dat er in de jaren 60 nog heel veel bezittingen die in kluizen lagen geveld waren onder het personeel van de toenmalige... Dat was iets van de Nederlandse overheid of zoiets, een subdivisie van de Nederlandse bank. En toen dat werd ontdekt door Jurie Boom, dat er dus nog in de jaren 60 allemaal juwelen waren geveild onder het personeel. En dat gaf eigenlijk de klaroenstoot aan, nou ja, uiteindelijk wat geleverd, wat heeft gezorgd dat er dus iets van een, volgens mij, bijna een miljard of... Nou ja, er is een kantoor van... Er is een kantoor gekomen volgens mij in Jeruzalem, hadden ze ook een depenans, dat ben ik wel eens geweest. Maar dat is een soort uitkeringbank geworden. Dit is niet interessant voor de huidige kijkers. Nee, dit is, klopt. Dit is oude geschiedenis is dit. Ja, nou ja, goed, maar dat is toch interessant voor de nieuwe kijkertjes. Maar inderdaad, het filmpje van jou als Hitler in Oostenrijk, kijk ik nog best wel eens terug op YouTube. Ja, ik kan daar toch niet genoeg van krijgen. Michael, wat doet het met jou, dat filmpje? Hè? Ik was in shock. Dat jongens... Nee man, luister even voor duidelijkheid. Wij deden toen bij de VPRO alleen maar dingen om de mensen op de kast te krijgen. En dit was een fantastische omkering. Omwerd toen aller werten. En er is nog nooit bijna zoiets geestigs in beeld geweest in de Nederlandse televisie dan Rob Muns achterstevoren in een trekhuifkar door Wenen. Sorry, dat kan je mogen. Ja, kijk, nu achteraf kan ik hartelijk om lachen. Maar jongens, kom, wie was ik toen? Ik was Henk, we hebben de... Zagertorten, zo voort, zonder vergazigienen. Dat is Robin Wins. Ja. Nee, maar Henk, je weet nou hoe het echte verhaal zat. Dat ja, Peter Flink okay, wel, maar met de kennis van toen. Jurk Eider, het was allemaal één grote persiflage. Maar ja, het echte verhaal was dat ze Peter van Ingen zat erachter. Nou, nee, mag ik even wat zeggen? Waar ik met de jongens nog ruzie over heb gehad. Want kijk, de jongens vonden het leuk... om Heidert, zeg maar de Oostenrijkers, vegen te pand te geven. Maar ze vonden het ook nog leuk om de Nederlandse holocaust-industrie vegen te pand te geven. En dat liedje op het eind, dat Robbie op de laatste trein. De laatste trein zingt van de zangeres zonder naam. Daar flipte de coin weer terug. En dat leverde uiteindelijk volgens mij heel veel problemen op. Het liedje van Ischa Meijer, overigens. Ja, de kleine Is. Ja. Maar Robbie had toen ook nog het idee van Holocaust en ijs. Maar, of was zo'n Paul-Jan van der Wind die dat bedacht? Dat was iets. Nee, dat had Micha Wertheim had dat bedacht. Kijk, ik zou je vertellen. Eet nou business like so have business. Oké, maar jongens, dit is niet interessant. Dat is wel grappig. Dit is nog niet de stand van de wereld nu. Nee, komen we zo even opbouwen. Oké, wat is jouw stand van de wereld dan? Kom op.
Nou ja, wat mij betreft, dat tot aan de corona was het de opkomst van het cryptofascisme of het neofascisme in alle vormen en maten. Daar maak ik me dan druk om. Wat is dat dan? Ik weet niet, god niet wat het is. Fascisme in een andere vorm die jij kent. Dus niet met laarzen door de straten en swastika's, maar keurig in pak. En ondertussen de waarheid aan diggelen slaan. Baudet heb je het over. Thierry Baudet? Baudet is er eentje van, ja. Kijk, nu gaan de reageerders al. Zie je ze al in de pen klimmen. Ja. Baudet is een crypto-fascist, vind ik. Ja, ja, maar alle Joden in Nederland stemmen op Wilders. Hoe vertel je dat dan? Vriend? Alle Joden in Nederland stemmen op 80%, Wilders. 80%. Dat is dus 80%. Waar haal je deze kennis vandaan, ouwe? Nieuw Israëlisch Weekblad. Nieuw Israëlisch Weekblad. Ja, ja, daar heb je een abonnement op. Oké. Nee, maar de toestand in de wereld, jongens. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik jullie ken. Jullie, nou goed. We weten wie je bent. Nou, nee. Het is meer dat ik gewoon heel kwaad was de hele tijd dat in Nederland men zo laat wakker werd ten aanzien van corona. Want als je een beetje de internationale media volgt en wat goede kranten en tijdschriften leest, dan had je natuurlijk al eind januari kunnen weten dat the shit was going to hit the fan. En het heeft hier nog tot, 15 maart geduurd of zo? Michel, begin januari hingen in de metro in Lissabon hingen er al waarschuwingen tegen het virus. Begin januari. Bij ons was het dan, ja, maar laat ik zo zeggen. In ieder geval, het feit dat er zo lang is gelummeld, en niet alleen bij ons, natuurlijk Verenigde Staten is het veel erger, dat levert ons nu veel meer doden op. En ik ben daar toch wel pist over, ja. En even over crypto. Dan drukt het mij beschaafd uit, ja. Die opmerking van Grunberg, laatste Marokkanen zijn de nieuwe Joden. Ik parafraseer. Dat zei hij niet. Nee, maar dat is dus een foute parafrase. Dat is dus heel irritant dat je dat doet. Oké, maar reken jij dan, zeg maar, de islam, zeg maar, de salafistische vorm, reken je dat ook tot cryptofascisme? Dat is natuurlijk Natuurlijk. Nee, als ik Oké, dan zijn we daarover eens, gelukkig. Ik heb het over boze mannetjes van allerlei pluimage. Of ze nou lange baarden hebben of witkoppen zijn. Ik bedoel, het gaat gewoon gefrustreerde mannetjes. Daar gaat het om. Ik denk, weet je wat het is? Ik ga even iets heel feministisch zeggen. Ik denk dat we echt in de laatste eruptie zitten van het patriarchaat. Dat denk ik. En dat daarom dan moet je gauw naar Portugal verhuizen, want hier hebben we er geen last van. Nee, maar ik denk dat daarom zoveel mannetjes gefrustreerd raken en boos. Ze voelen langzaam het vloerkleed onder een weggetrokken worden. Maar dan krijg je dus dat Trump gebeuren, die natuurlijk nu ruzie doet met iedereen. Bokito's. Ja, maar die. Maar Michael, hoe zou een post-patriarchale samenleving er dan wel uitzien? Nou, dat woord wil ik niet in de mond nemen. Post-patriarchale samenleving. Nee, ik denk dat een beetje in de buurt van waar we hier in Nederland zitten, maar dan iets verder nog. Dus een wat meer geëmancipeerde samenleving waarin de macht gelijkelijk verdeeld wordt. Ja, dat is het, denk ik. Maar als je nu een programma mocht pitchen, hè, bij de VPRO, dat zou je waarschijnlijk niet willen. Maar hoe zou je als hokjesman, hoe zou je dit thema tackelen? Hokjesman, ja, maar hokjesman is een apart karakter. Hoe zou je het zeggen als een nieuw typetje? Voor uw jonge kijkertjes, want die weten niet waar je het over hebt. Ik heb tot voor 4 jaar geleden, maakte ik een serie bij de VPRO die heette De Hokjesman. Gek genoeg leverde me dat veel acclamatie op, ook in rechtse kring. Men dacht dat ik een of ander nationalistisch, patriotisch programma bakte. Ze snappen ook niks. Ze snappen niks. Maar goed, het maakt niet uit. Het is in die serie kijk ik als een soort buitenstaander. Ik ben een soort wandelende Jood in een mooi pak. En ik loop door Nederland met een boek en een koffertje. En ik kom in hechte gemeenschappen. Doordat ik dan de buitenstaander ben, de vreemdeling, krijg je die gekke omkering. Nou ja, afijn. En die serie, als ik nu als hokjesman iets moest maken over deze tijd, dat zou dus heel ingewikkeld zijn. Want ik, als hokjesman ben ik ook heel beleefd en voorkomend. En dan doe ik het heet verdomd interessant, vertelt u verder. Ik ben de laatste jaren eigenlijk geradicaliseerd. Ik zou nu iets heel anders doen. De vraag is of ik
met wat ik nu zou maken, of ik daar überhaupt mee op de zender kwam. Sterker nog. Wil je nog op een zender? Je denkt wel oud-mediaal. Kijk, Robbie en ik maken, we lopen helemaal binnen met dit programma. We verdienen pakken met geld. We hebben geen baasjes boven ons. Jongens, vrijheid. Unilever betaald. We gaan met Talpa werken. Ja, luister, ik ben in 2004 begonnen met vloggen, nog voordat YouTube begon. Dus ik weet wel, ik ken wel de kracht van het internet een beetje. Maar voor de poen moet je toch een Hilversum zijn, hè, jongens. Voor de grote poen. Dat is gewoon een feit. Ja. Ja. Dus kom jij nog aan de bak dan? Kan je die bijvoorbeeld Jeroen Pauw bij zijn productiebedrijfje? Is dat niks voor jou? Ik ben de afgelopen jaren zwaar depressief geweest. Serieus depressief. Het klinkt inderdaad nu een stuk positiever. Dan de laatste bijna vriendelijk. Ik las ergens dat gerapporteerd... Er was dus heel veel angst dat je corona levert meer zelfmoorden op depressieve mensen. Maar het blijkt dus dat heel veel depressieve mensen toen de corona uitbrak wat minder depressief werden. En waarschijnlijk heeft dat te maken met het geheim van gedeelde smart is halve smart. Ja, precies. Maar bij mij ook. Toen ik begin februari me begon te verdiepen in dat coronavirus. Sorry. Godverdomme. Corona alert. Toen ik me daarin begon te verdiepen. Wacht even. Ik heb ook zo'n ding erin. Is het safe? Ja, hè? Ja, dat gaat... Daddy wants to fuck. Verstaan jullie me nu nog? Ja, okay. Toen ik begon te verdiepen in het coronavirus en eigenlijk sindsdien het virus voor ben, zeg maar, wat betreft het als voor. Ja. Informatie. Dat je zelf ging beschermen. Ging bij mij mijn depressie zakte ziende ogen. Ik kan niet uitleggen hoe dat kan, maar het is zo. Ik ben inmiddels... En ik denk ook... Persoonlijk, omdat ik dus een aantal jaren in quarantaine al heb gezeten, dat voor mij die overgang ook niet zo groot was. Ja, weet je wat mij is opgevallen? Kijk, normaal gesproken in onze leeftijdsgroep, je bent bang voor de levercirrose, longkanker, dat valt allemaal weg. Want je kan zomaar door zo'n kutvirusje weg worden genomen door onze schepper. Dus dat is ook wel grappig, weet je. Want al die mensen met fobieën of met... alles wordt weggevaagd door het ene virus. Want dat is de realiteit. Die kan zo op je deur kloppen. Iets als smetvrees is nu opeens volkomen normaal. Ja, had jij er al last van, meneer Henk? Nee, helemaal niet. Maar Henk ging gewoon naar die Wasteland parties, man. Henk ging naar Wasteland parties. Ja, met Bernadette de Wit. Een paar clubs, alles. Alles deed ik. Huppakee. Michael, wat vind jij van die hele... Anti-lockdown. De hele anti-lockdown. Ja, dat zijn een stel domme idioten. Wat je ziet in Berlijn. Zeg je wel heel netjes. Zo ken ik je ook niet, Michael. Ja, dat zijn toch... Luister. Nazi's. Dit is toch ook de tijd van de gekkies en van de disinformatie. Er is zoveel onzin op dit moment. Ik kijk er nu... Die 5G grijpt je ook niet aan. Dat in je broekje. Nee, man. Nou, toch op. Flikker. Nee, waanzin. Nee, ja, maar... Vroeger was je gewoon bang voor aids of zo, voor herpes. Wat ik wel vrees is dus dat de waarheid steeds meer aan het diggelen ligt. En dat er dus... dat zelfs nu in 2020 er gewoon een hele beweging is die roept dat de wetenschap onzin praat. Weet je wel? Dat is de wereld plat is. Die Mongolen hebben ook nog... Die waren het laatst nog. De wereld is plat. Maar Robby... Die worden gewoon serieus genomen. Die krijgen zelfs zendtijd daarvoor. Ja. Maar Robby, jij werd hier vroeger toch ook kwaad om dit soort dingen? Vreselijk kwaad, ja, tuurlijk. Daar wilde ik al dingen over maken. Dat wilde ik. Maar dat toch, als je inderdaad zo'n programma hebt, dan ga je daar focussen en kan je daar veel meer je energie in stoppen. Maar als je zo'n programma niet hebt, dan vervlakt dat. Want je gaat het niet voor je lol allemaal doen. En dit doen wij wel voor ons lol. Alleen, het levert... Het vergt niet zoveel energie van je. Maar zo'n programma maken vergt enorm veel. Dat weet je zelf. Je 24 uur per dag een half jaar mee bezig of een jaar. Er zijn twee dingen die mij volgens nog weerhouden om weer terug te keren. En dat is de werkdruk, die inderdaad enorm is. En die ook, je zelf oplegt, dat doen we zelf. Wij willen iets goeds maken. Dus, En er is ook een ander probleem. En dat is natuurlijk de gruwelijke braafheid die heeft toegeslagen. Ja, de vertrutting. Het is zo afschuwelijk. Ik kijk überhaupt geen Nederlandse televisie meer. Uit wanhoop. Omdat ik word... Ik gooi dingen naar de buis. Er is iets dat heet Promenade of zo, een programma. Ja. Ja. Het is een item en dat is... iemand vond het heel goed en ik lees dat. Stond in Parool, zo'n gozer die dan... Het was het grappigste genomineerd als beste programma. Het was afschuwelijk.
Dat is grappig bedoelde programma in een studio dat ze... Ja, met z'n drie op een rijtje met die slechte actrice. En die, die presentator, hoe heet die nou? Die is wel aardig. Oh, ja, maar die doet toch ook... Nou, ik kon niet naar kijken. Echt het grappigste wat er op dit moment op televisie kijken. Ja, maar ja, in het land der blinden is één oog koning. Ik bedoel, er is niks. Nee. Maar kan je om Lubach lachen? Dat is een gevoelige vraag, want de Hokjesman heeft destijds... Hij moest het even starten met een aantekening, daar moesten we het over hebben voor Robbie. Weet er niks van. Hij werd genomineerd en wij werden genomineerd voor de Nipkoff. Hij won. Dus sindsdien... het is een aardige jongen. Ik heb ooit bij hem met hem op... Kung Fu gezeten, jawel. Zo, dat is ouderwets. geen Krav Maga, in ieder geval. En het enige wat ik kan zeggen, gemene over Lubach, is hij kan veel, maar Kung Fu kan hij niet. dodelijk. Maar ja, nee, het is mij het is wel beter geworden hoor, Lubach, maar het is mij ook... Nou, Robbie was bij die uitreiking en die heeft jou... Met jou, ik kwam voor jou eigenlijk, hè, want ik heb maar die Nipkoff schrijf gewonnen voor de radio. Nee, maar ik mag altijd naar die uitreiking en toen zag ik dat jij genomineerd was en ik kom voor jou. Ik denk, nou, Ik moet even iets duidelijk maken. Kijk, ik ben destijds, voor mij was dat het begin van mijn einde. Want ik wist, als ik die Nipkoff niet win, dan lig ik er sowieso uit in Hilversum. Want ik had iedereen verrot gescholden. Ook op Twitter, maar ook intern. Dus voor mij is dat een soort traumatische herinnering, die Nipkoff. Achteraf moet ik daar gewoon niet moeilijk over doen. Robby en ik voor een Nipkoff radio werden meteen uitgeflikkerd, dus jouw theorie klopt niet. Nee, dat is ook waar, je hebt gelijk. Ja, dat is ook waar. Ja, dat is waar. Met andere woorden... We hebben toen met Willem David, die deed alle techniek en zo, wonnen die prijs en ze wilden meteen lozen. Ze hadden nooit verwacht dat wij die prijs zouden winnen. De zilveren reismicrofoon, hè? Voor de Inburger King was dat, toch? Maar goed, jij dacht ook van, als ik die prijs heb, dan blijf ik. Ja. Dus dat was jouw hoofd. En ik dacht ook, Lubach, die was al een paar seizoen... Kijk, dit was ons laatste seizoen. Lubach, die ging nog door. Die was al verzekerd van doorgang. En dus die had die prijs ook helemaal niet nodig. Dus wij vonden... Luister. Niemand weet wat een Nipkoff verder is. Doet er ook niet toe. We waren trouwens ook genomineerd voor de televisiering. Die wonnen we ook niet. We hebben gewoon niks gewonnen met die hele... Zat je in de studio? Ben je in de studio geweest? Ja. Echt waar? Heineken Music Hall. Ik weet echt waar? Ja. Ik zat naast... Hoe kijk je er nu tegen? Maar weet je... Hé, Robbie, weet je wat het gauw was? Ik ben nog ziek van. Ja. Ja. Robbie, even nog zeggen. Het is wel grappig. Wij kwamen binnen bij die... ik werd geplaceerd bij die... hoe heet het ding? Vrije geesten. NAVO. Ja, nou ja, ik ontdekte heel... Ik zat dus naast... Ik zat in het vak met André van Duin en zo. En ik dacht, waarom zit ik nou hier? Bij die grote sterren. Maar dat waren de uitgerangeerde sterren. Ik zat in het vak. Dus ik wist dat, en daardoor wist ik ook dat ik niet ging winnen. Ik zat dus allemaal oude ex... Het voorportaal van de hel. Zo de rock'n'roll heaven. Maar kon je toen al stemmen? Kon je toen al telefonisch stemmen? Ben je nu in ongenade eigenlijk? Kijk, de tragiek is dit. Je moet weten dat een half jaar voordat ik... Drie kwart jaar voordat we stopten, pleegde een collega van mij, van ons, zelfmoord, Wim Brands. Die ken je misschien wel. Van Brands met Boeken. Toen pleegde in september 2015 Joost Zwageman zelfmoord. Die bleek een mysterieuze ziekte te hebben onder de leden, waar die nooit iemand over verteld had. Ik had net ontdekt dat ik die ziekte ook had, of een auto-immuunziekte is dat. Stopte de Hokjesman en toen een half jaar later pleegde mijn hoofdredacteur Karin de Bok zelfmoord. Ja, precies. En toen was ik klaar. Eerder had een vriend van mij zelfmoord gepleegd. Ik had zelf hing bijna aan het plafond door overwerk, door gewoon te overwerkt zijn. En ik ben toen ook gescheiden van mijn vrouw. Die werkte ook bij de VPRO. Dus het was allemaal een hele duistere tijd. Maar ik ben blij dat ik er weer uit ben. Nou, fijn. Ja. Fijn. Maar wat vind je van de huidige VPRO? Ja, ik kijk televisie via Twitter. Nee, de huidige VPRO, ja.
de radio is sowieso kapot gemaakt. Er is helemaal niks meer van over. Echt, luistert iemand ooit nog eens naar de VPRO radio? En wat dan? Wat bestaat OVT? Dat nog? Ja. OVT. Holland Doc heb je nog. Holland Doc. Ja. Holland Doc is niet van de VPRO. Dus van alle gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid. Dus niks individueels. Nee, maar ik ben ook gestopt met Nederlands televisie kijken sowieso. Ja, ik kijk uitgesteld, weet je wel, als iemand zegt, je moet het echt zien. Ja, dat stomme programmaatje van het promenade. Ja. Ik ging kijken, ze schrokken dood. Ik denk, dit is nu het meest... Weet je wat je kan doen? Ik kijk televisie, ik volg het op Twitter. Jinek en al die ellende, die volg ik op Twitter. Dan weet ik genoeg. En heb ik jij woont in het buitenland en dan is dat leuk. Dan is dat grappig. Dat is voor jou... Je schrijft, jij kan erover schrijven. Dus jij kan, zo blijf je een beetje op de hoogte. Voor je werk. Ja, het is een achtergrond voor jouw studies. Lekker helikopterview. Wat jij natuurlijk ook in New York had. Toen je daar zo. Wanneer ben je teruggekomen in New York? Net voor de Nee. Ik ben maar een paar maanden in New York geweest in 2017. Oh. Ik wil... Mijn doel is wel ooit... ik woon hier nog in huis met mijn vader. Die woont hieronder. Die is 86. Woon hier in New York, toch? Zie je daar het voetbalpark, het achtergrond? Nee, van Egelaan. Maar ik wil geen... kunnen jullie dat even blurren trouwens? Als daar schrijven al die gekken hier voor de deur, man. Die Egelaan is heel lang. Die is heel lang. Ja, die is heel lang, man. Want nee, Jeroen Cabé er nog? Die woont er nog en Puk en Hans. Ja, Jeroen Cabé schijnt in de Van Egenstraat te wonen, ja. Ja, en Puk en Hans. Ja, die heb ik nooit meer gezien. Maar inmiddels wonen hier alleen maar kakkers, man. Echte kakkers. Ja, vervelend. Nou ja... Kijk, mijn vader heeft het huis gekocht voor 58.000 gulden in 1970. En toen was het hier een hippiebende. Het Vondelpark zat vol met slaap met hippies. En hier, we hadden een bordeel in de straat. En we hadden pensions met Surinamers hier in de straat. Want Suriname werd onafhankelijk. Deze hele buurt was totaal anders. En inmiddels is het natuurlijk overgenomen door Juppen. Hele vervelende mensen. Dus ik wil je weg, dat is het eigenlijk. Maar ik wil emigreren, net als... Dus je wacht, eigenlijk op de dood van je vader, dan cash je dat huis en dan kan je... Dat is een beetje plat door de bocht. Ik kan mijn vader niet in de steek... Ik kan mijn vader zorgen. Ik moet hem nu beschermen tegen de corona. Ja. Was jouw vader nou psychoanalist of wat was het precies? Nee, immunoloog. Hij werkte Waarom is hij niet op tv? Hij werkte bij Sanquin, want vroeger heette dat het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst. Zij hebben onder andere de AIDS-test uitgevonden. Dat is een Nederlandse uitvinding. Dat is in dat land ontdekt. Ja. Met Goudsmit en Coutinho. Samen, toch? Coutinho zat toen bij de GGD. Ja, klopt. Oké, ga door. Zo'n enorm pand, het is al goud op 2 miljoen. Veel meer. Jongens, doet het toch niet toe? Dat is toch iets interessants, dit? Wat is het nummer? Dan kijk ik even op Funda. Nee, maar heb je dan weer een relatie gehad de laatste jaren? Robby gaat de gevoelskant op. Ben je homo? Maar hoe interessant is dat? Nee, ik ben wel geflirt af en toe door vrouwelijke wezens. Ja. Maar ja, als je echt depressief bent, dan is de canary in the coal mine ook dead, weet je wel. De canary in the coal mine. Ga je dan niet Tinderen of Grindr desnoods, weet je wel. Ik zit op Tinder en op Inner Circle en dat soort dingen. Maar je kan naar de chat gaan, hè? De merrymaker, weet je. Het oude Joodse is zo'n oud vrouwtje, die zoekt dan een leuk Joodse vrouwtje voor jou in Amsterdam Zuid, desnoods in Rotterdam. If I were a rich man, jabba dabba 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 dabba. Maar overigens, inderdaad, de inkomsten nemen, is echt verschrikkelijk. Dat zijn jullie natuurlijk ook, hè? Arm, toch? Ja, straatarm. Ja. Robby, heb jij nou nog... Dat warenhuis is failliet. Dat is helemaal failliet gegaan. Maar wat doe je dan nu eigenlijk? Nou, ik verkoop nu wel weer tuinmeubelen online. Oh, dus samen met ik heb een setje nodig, serieus. Oh, kijk eens aan. Heb je een website? Website? Ja. Hoe heet die website? Gardeninteriors.nl. Aan elkaar. Ja. Gardeninteriors.nl. Ik ga Robby meteen... Robby komt zelf brengen. Onthoud maar. Tuininterieur in het Engels. In Nederland. Maar dat hebben we nu opgestart. Dus dat begint nu weer te lopen. Maar ja... Trouwens, Arthur heeft ook een mooi huis, hè? Moet je eens kijken, man. Ja, maar Arthur, dit is een soort trailerwoning. Zo'n trailerpark, geloof ik. Hè? Ja, maar het is heel gaaf, hoor.
Hij zit als aan... Michael, als ik dan naar jouw achtergrond kijk daar, waar jij begint, dat is prachtig. Het is zo'n salondeuren zie. Nou, jongens, wat heel bijzonders. Kijk eens naar het plafond. Kijk, wacht even. Dat plafond. Heel hoog. Dat plafond, ja. Nee, maar dat is een jugendstil beschilderd plafond. En ik zou even vertellen, slechte invloed ermee. Slechte invloed ermee, vriend. Hé. Hey. Ik heb een première. De eerste keer rook. Maar even rook je weer vanavond, jongen? Ja, dat komt naar Michael. Ah, flikker erop, man. Waar, hè? Dat duurt. Stop met die troep, man. Oh ja, Robby is tegen roken. Ja, ik vind het echt belachelijk. Ja, dat is raar. Dat vond jij altijd als... Jij vond dat vond ik altijd raar van jou. Robby is heel rechtlijnig. Robby is ja. Nee, maar luister. Ik heb tot mijn 30ste gerookt. Ik rookte 3 pakjes per dag. Ja, je was ook nog homo een poosje. Ja, dat kende ja ook nog geweest. Daarna ook gestopt als homo. Ja, maar jij... Maar ik ga het er niet... Nee, maar Robby, dat is wel irritant. Dat had jij vroeger, dat herinner ik me nu plotseling. Jij bent zo'n ex-roker die dan daarna roomser wordt. Bekeerling. Kom op. Arthur, je hebt jaren niet gerookt. En ik wil, maar ik rook altijd als ik drink. Heb je al gedronken? Drink je nu dan? Nou, ik begin wel zin in een brot te krijgen. Ja, lekker ochtendneut. Maar je wordt alweer wat dikker, zie ik. Want je was inderdaad 2 weken geleden wat dunner. Maar nu suip je weer sinds een week. Oké, nu gaat hij zuigen, Michael. Nou, moet je oppassen. Je ziet er goed uit. De oude munt is weer herboren. Je ziet er goed uit. Dus eigenlijk hebben we nu een scoop. Arthur van Amerongen rookt. Het is een scoop. Weer. Ja. Ik wou nog even iets zeggen over het plafond. Dat is namelijk... Anderhalf jaar geleden kwam ik thuis. En toen was ik dus nog heel slecht. Ik was heel erg depressief. En ik kwam thuis van de psychiater. Ja, mind you. Of van het ziekenhuis, weet ik, iets ellenders. En ik zie... nog bij Louis Das? Leeft hij nog Louis Das? Ja, oh je bek. Dat was de psychiater van Ischa Meijer trouwens, hè? Ja, van iedereen, joh. Ja. Maar toen hing mijn plafond heel laag. En ik zei, god, wat hangt het laag. En een half uur later stortte de boel hierin. Hele huis onder stof. 2 jaar lang. Het was niet meer te restaureren, zogenaamd. De verzekeringsmaatschappij wilde niet betalen. Want ze zeiden, ja, er is geen aanleiding. Dit is gewoon ouderdom. En uiteindelijk is dus, omdat een vriendin van ons, van mij, die is toen gaan zeiken bij hun en die zegt, ja, maar weet je dan niet dat hij de hokjesman is? Oei. En toen heeft de verzekeringsmaatschappij toch betaald. En nu hebben we dus een helemaal gerestaureerd jugendstil. Maar het de rijdende hufter-effect was het. Ja, chantage. Ja. Nou, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik had, ook 15 jaar geleden of zo, toen had ik een auto gehuurd. Toen ging ik naar Tsjechië op de wintersport. En, lekker duur, bij die budgetcar, ja, lekker duur, naar Tsjechië. Dus ik zeg tegen die gozer, ik zeg, kan ik daarmee naar Tsjechië? Ja, zit die jongen, dat kan. Vervolgens rijdt die hele auto tot los in Tsjechië. Echt gewoon helemaal... Oh, had ik niet verwacht. tegen een ijsberg. En die bel op en zei, ja, sorry, maar dat staat in de papieren, heeft u voor getekend, Tsjechië is niet, hoort het niet bij. Ik zei, nou, ik heb het duidelijk gevraagd. Toen heb ik ook gezegd, ja, weet je wel, ik maak het programma Waskracht. Nou, ze wisten niet hoe snel... hoe snel ik een nieuwe auto kreeg en niks hoef te betalen. Was dat voor of na de rijdende hufter, Robby? Hè? Was dat voor of na de rijdende hufter? Dat was ver voor de rijdende hufter. Toen ben je op het idee gekomen voor de rijdende hufter. Briljant idee. Maar het werkt wel. Ken je dat, Michael? Nee, maar ik heb echt nog nooit enig voordeel ontvangen van de hokjesman. Helemaal niks. Het enige wat het me heeft opgeleverd, en dat is wel de kurk die mij drijvende houdt, is, en die hebben ook meebetaald aan deze microfoon, is dat ik, omdat vanwege de corona moet ik nu thuis dit doen, ik ben de stem geworden toen, dus in 2017, ik weet nog, eind 2017, september 2017, dacht ik, ik ga toch maar eens aan het plafond hangen. Hè, tot een beter... Zou die doen dat plafond? We hebben net heel verhaal verteld dat er heel zo'n grap op plafond is. Ja, dat is beter leven. En toen belde dus een van de tussenpersonen en die begon over, ja, bent u de hokjesman? Ja, we hebben een cliënt en die willen alleen maar u als stem. En dat bleek dus de ASN-bank te zijn. En die hebben mij eigenlijk mijn leven gered, want ik ben de stem van de ASN-bank. Maar hoe uitziet dat in de praktijk dan? Moet je dan al Speakers Corner, Speakers Academy? Nee. Ik ben gewoon de voice-over voor hun reclame uit. Doe eens na. Dat is goed. Ja. Michael, hoe gaat het nou met je? Het gaat nu uitzonderlijk goed, gezien de omstandigheden, ondanks de omstandigheden. Het enige is dat ik me zorgen maak, maar zoals iedereen, over inkomsten. Ik bedoel... Maar, doe even die commercial, die voice-over. Ja, maar hoor, ben je dan een ander typetje? Ja, die gaan allemaal over beesten. Het zijn fabeltjes, dus het gewoonte dier. La Fontaine.
Dit is het gewoontedier. Zo begint hij altijd. Dit is dit. We hebben er ook eentje over Trump gemaakt. Het overheersbeestje. Dit is het overheersbeestje. Hij heeft nogal een eigen willetje. En het eindigt altijd met... Zo maakt geld gelukkig aan zijn bank. Alleen levert hij geen cent op als ik het zo hoor. Nee, dat wel. Dat levert me dus net genoeg op om gas te doen. Robbie heeft dus dit zo heel lang gedaan. En was ik met hem het carnaval in Rio. Hij maakte een programmaatje. En toen kwam er zo'n hele koor in Leiden zat daar. En alleen maar brullen, dit zo. Niet Hitler, dat was wat goede nieuws. Hitler kenden ze niet, maar ze kenden wel dit zo. Vertel eens, Robbie. Dat was natuurlijk in beeld, man. Ik kwam natuurlijk ook in beeld bij dit zo. Dus dat was natuurlijk dat is ook... En dat is een groot verschil. Dus dat is een echte sell-out, hè, Robbie? Dat is echt de sell-out, toch? Is dat? Als je gewoon een smoel... Ja, dat denk je, maar dat valt wel mee. Maar ja, dan moet je gaan onderhandelen. En dan, jij wil 10 en dan zeggen ze, jij geeft je 5.000. Ja, nou, ja, maar jullie moeten wel weten, jongens, toen Robbie begon bij de VPRO, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren, dat hij binnen werd gehaald. Toen heet hij in het begin ook in beeld altijd onze commerciële medewerker, heet hij. Want hij werkte toen daarvoor bij Dinges en Dinges, toch? Bij Catharine Keil. Je hebt de MEO gedaan. De MEO, niet afgemaakt, maar je hebt wel economisch achtergrond. En die eerste filmpjes ook voor Waskracht, had je ook zo'n... Robbie, in die eerste filmpjes voor Waskracht had je ook zo'n fout RTL-pak aan. Ja, zo'n Willibord Verkwijn, jas. Nog steeds. Ja, goed. Ja, okay. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt, is, vertel even, maar... Robbie, dat je op een gegeven moment met dit zo... Je kreeg een aardige cent. En toen op een gegeven moment, toen is die serie... Dat waren geloof ik 10 filmpjes, 20 filmpjes. En stopgezet is Paul Jan van der Wind. Is toen met een honkbalknuppel en een pitbull naar het kantoor gegaan. Die dat produceerde, toch? Dat is een ander programma geweest. Ik weet niet waar je het over hebt. Nee, je hebt het nu over die laatste... Ja, op een gegeven moment werd dat stopgezet. Je nee, nu heb je... Hallo, dat is na de VPRO. Nee? Hebben zij een serie gemaakt, De Fatsoensridders? Of nee, hoe heet je dat nou? De Milieuridders. De Moraalridders. De Moraalridders. Moraalridders. Maar en dat met die honkbalknuppel... Nee, maar hoe ging dat verhaal dan? Want die serie was stopgezet. Je kreeg een andere artistic director. En toen lagen jullie ineens eruit. Terwijl je nog 10 filmpjes zouden komen of zo. Ja, precies. Ja, dat was iets toen, zeg maar... Jongens, crying over spilled milk is dit. Yes. Nou, dat was een vraagje van Michael. Gaan wij jou nog op tv zien ooit eens? Heb je nog ambities? Ideeën? Nou ja, de Nederlandse televisie volgens nog niet. Tenzij ik de vrijheid krijg. Alles hangt samen met vrijheid. Toen Robbie en ik bij de VPRO werkten, mochten wij alles maken. En we hoorden achteraf of het niet goed was, toch Robbie? Dan kreeg je glazen. Ja, precies. Maar hoewel trouwens die uitzending over jou als Hitler in Oostenrijk, daar was vooraf al gerommel over. Want weet je nog dat Peter van Inge toen, die had toen de... iemand waste zijn handen in ons. Nettie Roosevelt. Nee, dat was achteraf. Die rechtszaak, jongens, dat is niet te geloven. Dat is een van mijn merkwaardigste herinneringen ooit in mijn 25-jarige carrière bij de publieke omroep. Dat was de rechtszaak, de publieke rechtszaak tegen Robbie en Paul Jan in de kantine van de VPRO. Bloedraad. De bloedraad, met al het personeel aanwezig. En alle voormalige medewerkers van Joodse huizen vooraan in de rij. En dan Op stoelen zaten ze. En dan die Ilko, die lul van... Dat was de eindredacteur. Beuleman. Wat een vieze fascist. Dat was een fascist. Die was dan een soort rechter of zo. Het was heel... Michel, ik ken de versie van Rob en van Paul-Jan, maar hoe ging dat... Anneke Groenteman was voor trouwens. Anneke Groenteman was de enige die... Die begreep de grap heel goed. Hè. Het was natuurlijk een schandelijke affaire. Ik bedoel, omdat er dus gerommel was landelijk, werd er dus plotseling zo'n krijgsraad gehouden. Terwijl aan de voordeur bij de VPRO alle pers stond, want die wisten ook wel dat er wat te halen viel. De jongens zijn er publiekelijk geslachtofferd. Ze zijn er ook uitgegaan. Ze moesten toch sorry zeggen. Ja. En ik weet nog dat die Ilko... Die, jullie zaten op twee stoeltjes met ezelsoren op, Robbie. Tegen wie praat Robbie nu? Met zijn moeder. Het gaat gewoon over Robbie, maar luister. Toen zaten die jongens zaten op twee stoelen en die hele VPRO zat eromheen. En die Ilko, dat was dus de spreekster, die schreeuwde zo tegen Paul-Jan van der Wind. Jullie zijn fout! Jullie zijn fout! Zo ging het. Dat was Hans Vels. Oh, dat was Hans Vels. Oh, ja. Leef toch, hè? Maar die Ilko,
Dat is een kale naaier. Maar mijn, ik moet even rennen, want mijn batterij is bijna leeg. Dus zorg even. Alweer? Oplader halen beneden. Nee, maar kijk, Michael, wat mijn reconstructie uiteindelijk is dat ze wilde, hoe heet die, Van der Brink, Hans Maarten van der Brink weg hebben. Dat was het idee. Robbie hebben ze geslachtofferd, Robbie en Paul-Jan. Dat zijn ze pas later achtergekomen. Ik vind het allemaal, dit is complottheoretisch. Het is wel zo dat ze, Hans Maarten, dat dit een van de redenen, ja, dit heeft Hans Maarten mede de kop gekost misschien. Oh, ik heb met Hans Maarten zitten lunchen hier op het eiland tegenover mijn huis. En de dochter, Hans Maarten, zijn vrouw en de vrouw van Robbie, die zaten samen op yoga. Dus uiteindelijk krijg je dan toch wel weer... Hans Maarten van der Brink is nu mijn achterbuurman. Hij woont in de Van Egestraat. Ja, hij tolereert mij. Hij noemt mij ook fascist, maar hij tolereert me wel. Dus ik heb... Oké, goed. Nee, oké. Meneer Bakboord, ja. Want u bent eigenlijk een beetje de serieuze gespreksleider hier, of niet? Ik weet een beetje... Ik ken jou dus van de hokjesman, maar van het verleden wat jij deelt met Arthur en Robbie, ja, ik maak daar geen deel van uit. Nee. Maar ik luister mee, af en toe stel ik een vraagje. Ik was een kijker, tv-kijker, en ik was fan van de hokjesman, omdat ik heel veel herkende in bijvoorbeeld in allochtone culturen. Vooral het item over Volendam. Ja, en de uitzending over de Molukkers, die is ook heel mooi thuis, bedenk me nu, in Kamp Vught. Ja, maar wat wilt u er eigenlijk mee zeggen? Nee, luister, maar ik vind het niet zo interessant voor de... ik ben niet de gespreksleider hier, maar we hoeven toch niet... Nee, ik ook niet, ik doe alleen maar mee. Carrière, die dus in de soep is gelopen, althans, dat is toch niet zo interessant voor de kijkers? Nou. Nee, maar hoe is het met zie je nog wel eens jongens zoals Gideon Levy en werk je allemaal mee samen? Iranio heet ik weer. Baram Sadeghi was hier laatst wel om een cadeautje langs te brengen. Heel lief, ja. Oh, hoe gaat het met hem? Hij bakt nu brood, hij bezorgt brood in de weekenden, galles. Hipster geworden. Oh. Joodse broden bakt hij met zijn vrouw. Hij heeft een Israëlische Nederlandse vrouw, hè, Baram. Oh, ja. En ik wens hem ook nog veel personeel toe. Hij doet volgens mij nog gespreksleiding, toch? Dus de Bali. Ik heb wel eens in een showtje gezeten in de Bali, dan presenteert hij dat. Juist. Maar ik heb al mijn schepen achter mij vooral. Nee, ik heb geen contact meer met mijn... oude ploeg, zeg maar. Heel soms nog wel met de redactie van de Hokjesman. En ik ben ook bezig wel... Kijk, ik heb natuurlijk wel plannen liggen. En ik heb ook wel dingen geschreven. De vraag is alleen... Wil ik terug in de Red Race? En vooral... Het is niet eens die Red Race zelf. Maar het is vooral... Wil ik mij onderwerpen aan de tucht van mindere zielen? Ja, mensen, dat kan je niet meer. Mensen die zelf... Of slechte programmamakers waren... of het helemaal niet waren. En jou dan gaan vertellen... waarom er 3 ton af moet. Want er moet altijd 3 ton af. Of 2 ton. Of afhankelijk van het bedrag. Bij mij ook bij de Hokjesman heb ik zwaar moeten onderhandelen steeds. En ik heb ook eigenlijk gezworen... dat ik niet meer terug ga naar de VPRO... zolang er... dat moet ik allemaal niet. Ja, weet je wat het grote probleem is, Michael? Die zendercoördinatoren... die zijn ooit door Balken en de neergezet. Dat zijn 2 christelijke jongens. En die bepalen gewoon wat erin komt. Als je gaat pitchen, moet je een pilot maken. En dat kost al... Moet je voorschieten, dat kost €100.000 of zo. Nou ja. Je krijgt er wel geld voor, maar het is allemaal zo... Nee, en weet je wat ook is? Wij hebben de Hokjesman er doorheen gekregen, omdat in samenwerking met VPRO, want die wisten wel wat we gingen maken, maar wij hebben uiteindelijk we dummied it down op papier. We hebben voor de netmanager toen een van de... We hebben niet gelogen, maar we hebben niet helemaal verteld wat het werkelijk zou worden. Dus we hebben er een vrolijk programma aangeboden en daar hebben ze ja op gezegd. En vervolgens gingen we dus, want één kenmerk van de Hokjesman was dat we dus nogal archaïs taalgebruik hanteerden. Hè? Een afvallige noemden we Rennegaat bijvoorbeeld. Nou, en dat was, we waren juist extra highbrow, we wilden juist een beetje overheen vliegen. En dat leverde ons uiteindelijk veel acclamatie op. Vooral ook maar was dat onder middelbare scholieren. Bij de pitch, was dat ook het obstakel bij de pitch? Wij wisten dus dat als wij zouden opschrijven dat het een mild, ironisch, sarcastisch, cynisch en ook wel... vrolijk programma zou worden, waarin we de Nederlander de kakken zet. Nou ja, niet kakken zet, maar op een vrolijke manier uitkleden.
wij wisten dat als we het zouden opschrijven zoals wij dat dachten dat het zou worden, dat het waarschijnlijk niet doorheen zou komen. Dus wij hebben toen al vooraf, hebben we er een soort vrolijk, gezellig NPO3-programmaatje van gemaakt. Familiebedrijf van gemaakt. Familie. Ja. En je moet dus wel een beetje jokken, denk ik nu, om er doorheen te komen. Hoe, kan je nu, hoe moet je nu pitchen? Hoe gaat het in zijn werk? Zeg maar even de paar stappen die je moet doen. Men kent niet onderhand al. Tegenwoordig kan je het op verschillende manieren. Je kan zelfs direct ook naar de NPO gaan. Je hoeft officieel niet eens meer naar een omroep. Nee, maar officieel mag je buiten die lui om. Hè? Ja, maar goed. Het gaat waarschijnlijk nog precies zoals altijd. Namelijk dat je je probeert binnen te En dan, dan kom je binnen en zeg je, ja, voor 2022, zeggen ze. Eén tip, ja, maar één... 2022, dan heb je geen zin meer in, man. Maar wel één tip voor jonge aspirant programmamakers die dit mogelijk ooit horen. Het is onverstandig om je plan te mailen of per post te sturen. Je moet de secretaresse... Wordt meteen gejat. Nou, nee, maar het wordt gewoon niet gelezen, want er liggen stapels. Dus of het wordt heel laat gelezen. Dus wat je doet, is je belt de secretaresse van de hoofdredacteur op en dan zeg je, dit, dat, een soort hele korte elevator pitch. Ik wil 5 minuten van Pietje. En dan ga je naar binnen en dan heb je het al geschreven, heb je het al in je achterzak. En je vertelt het verhaal en meteen ram je dat ding dan naar binnen en dan lezen ze het wel. Begrijp je? Ja, tijdens je spits, maar anders niet. Precies. Je moet niet zomaar een briefje sturen naar de hoofdredacteur en dit is mijn plan. Niks. Ze hebben ook geen beelden erbij. Nee, maar dat is dan weer aan de schrijver van het plan. Want je moet het heel mooi vormgeven. Je moet wel een taartje van maken, weet je wel. Maar dan nog... Hoef jou niet te vertellen, Robby, want jullie maakten ook altijd mooie programmavoorstellen, toch? Zag er gelikt uit, of niet? Als ik het had wel, ja. Want wij hebben natuurlijk Arthur ook wel wat subsidieaanvragen ingediend ooit. En toen zijn we naar die Dakar race. Toen zijn we naar Argentinië geweest, dus naar Zuid-Amerika. Toen hebben we ook een voorstelletje moeten indienen, toch, Arthur? Ja, maar ja, ik heb nogal een vlotte pen, dus ik lieg me helemaal suf. Yes. Ja, als je een goed voorstel wil laten schrijven, dan moet je Arthur even inhuren. Robby en Michael, jullie zouden zo in de bak kunnen komen. Bekende namen. Henk, speelt dat geen rol? Nee, maar Henk. Je weet niet hoe wij liggen. Mensen haten ons. Ja, nee, Henk. Het probleem is gewoon, je moet, als je op Nederlandse televisie, dat weet je toch zelf, als je op Nederlandse televisie wil komen, moet je meepraten in een soort wollig, gezet, vriendelijk... Taaltje, je mag niet scherpen. Zoals wij. Vrienden moeten maken bij die televisiering. Noem mij één scherp, goed interviewprogramma op de Nederlandse publieke omroep. Of überhaupt op de Nederlandse tv. Er bestaat gewoon niet. Jeroen Pauw. Jeroen Pauw is een goede interviewer. Microfoon, let op je microfoon. Er is niks. Nee, maar er is niks. Dat klopt. Nee, maar dat komt dus omdat men vreest types zoals Robby en ik, die het hart op de tong hebben, die scherp zijn, die ook de aanval kiezen, die de hypocrisie benoemen, Robby, want daar gaat het om. Kijk. Ongeleide projectielen heet dat. Wat Robby en mij bindt, waarom ik meteen verliefd werd op Robby toen ik hem leerde kennen, was omdat ik meteen voelde, deze jongen heeft ook gewoon ook een poephekel aan hypocrisie en aan een soort burgerlijke moraal. En ja, dat is wat ons bindt, toch, Robby? Ja, ik zeg altijd, Henk, ze zenden liever een hoop stront uit dan dat ze moeite willen doen voor jongens zoals wij. Want ze hebben helemaal geen zin om ze hoeven geen moeite. Even over de nieuwe omroep, Ongehoord. Wat vind je daarvan? Ja, dat zijn rampzalig, toch? Kun je er wat mee? Nee. Nee, alles waar Joost Niemuller aan meedoet, vind ik afgrijzelijk, nee. Die is ermee gekapt, hè, lastig. Die doet niet meer mee. Nee, dat is nu net, ja. Het lijkt net een denk, toch? Of 50 plus. Ja. Het is, bij al die clubjes. Al die genomen clubjes, want dat zijn het. Ja. Die storten toch allemaal in. Dat zijn toch allemaal backstabbers. Goudzoekers. Backstabbers. Ja.
Ik dacht een kast was best een integer, weet je, oud. Nee hoor, die kast, Arnold Karskens is ook over het paard getilde, zelfbenoemde, zogenaamde oorlogsverslaggever met een grote bek. En ondertussen, kijk, weet je waar ik een beetje, oké, mag ik het even zeggen? Ja, maar dit klinkt wel heel elitair en arrogant, maar ik vind het niveau van het Nederlandse debat zo behoevend laag. Ik vind het zo ongeïnformeerd. Zo niets. Er is zo... Ik doe er niet meer aan mee. Dus ik heb me ook helemaal... Dus in die periode dat ik dus depressief was, heb ik me helemaal afgesloten van de Nederlandse berichtgeving, Nederlandse media. Ik vind het niveau... Maar dat vond ik ook al 10 jaar geleden. Je merkt zo ontzettend dat het niveau gezakt is. Als je nu naar een Barenten van Dorp kijkt van 20 jaar geleden... Dat niveau hebben we gewoon niet eens meer. Doe maar even. Weet je wat het is? Als je bijvoorbeeld naar Jinek kijkt, of naar Bo nu weer, of naar op één. Het is dezelfde carousel van 20, 30 man. De Peter R. de Vrieze. Ja, ik vind trouwens Bo... Die vervelende cabaretier, die kale nicht. Dat is allemaal hetzelfde. Elke avond weer. Ik vind Bo overigens wel een talent. Een echt talent. Ja, maar die deugt wel. Die is toch wel een natuurtalent, weet je. Met zijn procureurs achtergrond. Hij kon er toch niet doorheen. Wel. Hij kon er toch niet doorheen, eigenlijk. Nou ja, hij zit gisteren had 1 miljoen kijkers, dus hallo. Okay. Hij zit op de verkeerde zender, maar goed, dat moet je zelf weten. Ja, maar zender, daar begin je al. Wat maakt dat toch wat uit, de zender? Denk je nou dat de Nederlander naar de zender kijkt? Dat is toch van mij. Nee, maar de wereld waar je zit, de commerciële televisie, daar moet je wel scoren, anders lig je eruit meteen, boom. Dat is trouwens bij de NPO. Maar zou jij niet bij... Ik heb wel eens met Robbie over gehad. Ja, John de Mol, die heeft wel eens beledigd op Twitter. Nou, dan weet je hoe het gaat. Maar zou je gewoon met Talpa, zou je denken, die hebt toch miljarden. Waarom zou die niet een beetje... Luister, Ischa is op een gegeven moment, heeft hij ook voor het eind van zijn carrière voor Joop mogen maken. Als ik de vrijheid zou krijgen, de absolute redactionele vrijheid. Ja, dat kun je nooit geven. Want het, nee, daarom. Dus dat zie je toch een rare talkshow zoals dat, die Ladies Night, of wat is dat? Dat Ladies Woman's Own? Of Ladies Night. Ladies Special was het niet? Ja, nee. Ladies Night. Maar dat, ja, nee, ja, ik weet dat, het. Dat ja. Was, dat wilde, ze wilden natuurlijk de jongens nadoen van... VI. Maar dat kon niet, want alles was geregeld. Weet je wat ik wel zou willen? Het enige programma wat ik nog wel eens luisterde, was dat programma van Prem op Radio 1 s'nachts, Zwarte Priet praat. Inmiddels ook niet meer, maar ik zou wel bijvoorbeeld s'nachts willen op de radio. En dan alles, de Talk Radio, de oude Talk Radio in Amerika. Wij zijn s'nachts op de radio geweest, Michael. Stel even op, dit was op Radio Noord-Holland. En toen hadden wij... Met beeld, hè? Toen hadden we... Ken je het verhaal? Weet je dat? Op Radio Noord-Holland, het was 2 jaar geleden. Toen hadden wij... kwam er een goos naar me toe die zei... Ja, ik wil de Noord-Holland Radio Noord-Holland veranderen... want er zitten nu allemaal bejaarden op... en wil jij een programma presenteren? Ja, nou ja, is goed. Hij zegt, ja, maar dan op vrijdagnacht tussen 11 en 1. Nou, vrijdagnacht 11 en 1, dat luistert helemaal niemand, hè? Dus zelfs een taxichauffeur zijn dan op zijn licht in bed. Maar ik zei, nou... Ik dacht, ja, oké, okay, wat schuift het dan? Ja, niks. Van 12 tot 2 bedoel je, hè? Want 11 tot 12 tot 2. Ja, 12 tot 2. Klopt, 12 tot 2. Dat was, Ga door. En toen luisterde ook niemand. Maar toen was ik daar. En toen zag ik... Toen hadden ze al die stomme... Dat vind ik ook zo'n idioot. Al die radioprogramma's hebben tegenwoordig cameraatjes. Dus dan zie je die mensen zitten te werken. Ja, GoPro's. Dan gaan mensen daar zitten te kijken. Dan denk je, waar zitten ze te kijken? Ja, radio kijken. Radio kijken. Ja. En toen zag ik dat. Toen dacht ik, hey, fuck. Dat kunnen we gebruiken. Want het wordt Howard Stern, dat was het idee. Howard Stern. En toen gingen we er televisie van maken. Dus dan hadden we allemaal, Mandy Slim, allemaal pornoactrices. Veel tieten. En zij zat in de hoek, deze haar eigen. Zij had zo'n webcam girl. Die zat gewoon in de hoek, zat ze te webcammen. In de blote reden, een dildo erin. En dat zag je in dat shot staan, zo in het hoekje. En heel veel drank. Dus dat was goud. Maar die eerste aflevering. Dus die eerste aflevering. Ja, wat gebeurde na aflevering 1? Komt naar de tweede aflevering, opname, zei die jongen, zeg maar, jullie hebben de meeste kijkers ooit gehad bij Radio Noord-Holland. Met de stream. Met de stream, ja. Maar hoeveel denk je dat het er waren? Ja, nee, 79. Ja, 70. Oh. Ja, er was 17. Ja, waaronder de moeder van Robbie? Waaronder de moeder en het gezin van Robbie zat erbij. Nee, 17. Maar wat gebeurde nou? Doordat we die dames hadden, en al die meiden,
werd dat, op een gegeven moment liep het helemaal op naar 1004 weken later. Want iedereen, die jongetjes die keken allemaal, niet al die jochies. Tite! Die gingen allemaal kijken. Dus toen werden we eruit geflikkerd, want dat mocht dus niet meer. We mochten geen Nee, ook die peperdure studio, die is peperduur. Dat is allemaal flessen drank, weet je. Allemaal plakker likeurtjes en zo. Dus ze werden helemaal gek. Nee, maar wat gebeurde? Dus die men die slim mocht niet meer. Want die ging ook de reclame maken voor de eigen porno-siteje natuurlijk. Ja, de sluikreclame. Allemaal maar weer luls excuses zoeken om eruit te werken. Maar die men die was natuurlijk het geheim. En de grap was, jullie snappen het niet. Want je krijgt daar gewoon 50.000 kijkers. S'nachts. Die het gaan zitten kijken. Want het is gewoon cult. Het is gewoon Howard Stern. Die zocht ik even. Howard Stern, ja. Dat was inderdaad... Dat zou ik ook willen. Maar wat gebeurt er dan? Wij waren daar natuurlijk een paar jaar te werken. 150 man, kan je het voorstellen, bij Radio Noord-Holland. 150 man. Dan kom je in redactie, Michiel. Er zitten daar 80 kippen niks te doen. Er zitten allemaal stomme wijven zo. En wat doe je hier? De redactie van... Weet ik van waarvan, weet je wel. Dus, en dan zitten wij daar de boel te bestieren. Maar dat was geniaal. Dat was echt geweldig. Toen werd ik gefukt. Ik kreeg een mailtje. Men, je mag niet meer. Jullie mogen niet meer drinken. Jullie mogen niet meer dit. Jullie mogen niet meer dat. Ik dacht, nou, weet je wat? Heb ik tegen zijn... Ik stuur me zo'n engel gewoon. En Arthur zat ook in het programma. Zei ik tegen Engel, nou Engel, weet je wat jij doet? Hij rijdt daarheen. En dan bel ik in de stuur en zeg ik ben onderweg, ik kom eraan. Maar ik kwam er nooit meer aan. Dus ik belde hem elk half uur. Engel had allemaal vrienden meegenomen. Hè? Allemaal vrienden van de staat. Meegenomen. Het was één. Het was gewoon chaos. Er was niks met radio te maken. Het was gewoon een feest van idioten bij elkaar. En die gozer, die editor die daar aanwezig was, die zei als laatste. Je had nog nooit, dat was het slechtste. Huilen. Zeg al, ja, dat was ook de bedoeling, flapdrol. Maar ja, dan ga je toch weer fucken. Dan denk je, ja, fuck you. Weet je, haal je me binnen van, wil je iets nieuws maken? Of iets, wil je de boel opfleuren? En ja, ik zei even... Maar ondertussen, is het allemaal, maar jongens, ondertussen, ik bedoel het niet voor mezelf of voor jou, Robbie, maar in het algemeen, voor het volk. Ik vind het toch wel heel treurig dat Want even voor duidelijkheid, dat wij zulke gekke types zijn geworden, is ook omdat wij in onze jeugd naar VPRO-televisie keken. Waar tuurlijk, alles tuurlijk, Wim de Schippers. En nu is er niks meer. Waar moeten onze kinderen zich aan optrekken dan? Ja, oké, er is natuurlijk... Je hebt nu Cartoon Network. En er is, luister, we praten ook inderdaad, stel oude mastodonten nu, of hoe noem je dat? Nee, laten we er hier over ophouden. Laten we nog even, hoe lang loopt die? Want ik zie geen klok. We zijn nu klaar. Oh, maar we hebben helemaal niks besproken van echt wereldleed. Nou, wat wil je bespreken dan? Kom op dan. Sheridan. Nou ja, of... nee, maar bedoel, het heet toch Corona-TV? Jullie hebben toch ook wel over dat soort dingen? Nou ja, die tijd... Ja, god... We hebben zijn jullie al over uitgeluld nu? Nee, maar we hebben het met iedereen over wat diegene... Maar bijvoorbeeld Arthur. Hebben. Arthur, jij bent... Hoe oud ben je nou? 58? 60. Jij zit er ook in de gevarenzone. Pas jij nou mijn hele leven al, hè? Mijn hele leven al, vriend. Ja, daarom. En je bent een roker. En zo. Maar loop jij dan met mondkapjes daar in Portugal? Hoe moet wel eens kijken, een boete van €400. Serieus? Ja. Ook op straat. Nou, kijk, om even terug te komen op politiek. Kijk, wat er gebeurt, zie je in Nederland ook. Ik bedoel, ze hebben het aangegrepen om de dictatuur te herstellen. Bijvoorbeeld in Portugal, die 40 jaar Salazar gehad, bijna 50 jaar. En nu merk je ineens... Dat via de achterdeur komt dat gewoon allemaal weer terug. Sorry. Hoorde ik jou daar een complottheorietje ontvouwen? Dus nee, helemaal niet. Kijk bij die app. Brussel wil een app. Ja, maken. Maar je wilt toch niet zeggen dat het virus... Geen complot. Nee, maar het virus ontken je toch niet? Dat het bestaat? Nee, helemaal niet. Nee, het gaat er mij om hoe regeringen... En waarschijnlijk ook nog onder leiding van Brussel, hoe ze het aangrijpen om meer controle te krijgen. En dat is gewoon waar. Oké. Dat heet function creep en dat gebeurt voortdurend met technologie. Dus we gebruiken iets voor het ene. Noem je dat ken ik niet, het begrip? Function creep. Dus dat betekent, je hebt een technologie, die gebruik je bijvoorbeeld om de straat veilig te houden, een camera. Maar die gebruik je dan ook om mensen hun gangen na te gaan als het niet nodig is. Dat heet function creep. Dus... Dat is een geweldig programma, man. Dat is een goed programma om dat te maken. Wat titel, ja, dat gaan we maken. Maar, maar ik bedoel te zeggen, zo'n app, natuurlijk is dat
in theorie verdacht. Aan de andere kant, als er eerlijk en open zou worden gecommuniceerd en eerlijk en open zou worden gedaan over de data, maar dat doen ze dus niet, maar als dat wel zou gebeuren, dan gaat de bevolking daar heel erg mee. In Zuid-Korea is het gebeurd, in Israël zit iedereen in een app, kan je dus volgen of je tante iemand nog heeft ontmoet. Ik ben daar natuurlijk ook geen fan van, maar ik denk wel, en ik vrees ook, luister, ik vrees sowieso het einde van de parlementaire democratie wereldwijd. Je ziet overal potentaten opkomen. Aan de andere kant, kijk, luister, dat je moderne technologie gebruikt om zo'n pandemie bij de klauwen te pakken, hoe heet het, bij de kladden te grijpen, dat vind ik niet vreemd. En ik vind het, en ik snap jouw onrust en ik heb het ook. Maar om dat nou als eerste te noemen... Michael, een vriendin van ons, die woont in Spanje, daar lopen de militairen op straat. Ja, nee, dat is walgelijk. Nee, daar lopen de militairen op straat en toen gingen ze naar huis uit en toen gingen ze naar de supermarkt. Dus nou, ik ga naar een ander supermarktje. Werd ze gewoon staande gehouden. Moesten ze gewoon terug naar de supermarkt. Er is een linkse regering die teruggrijpt op Franco-middelen. Dat is Nee, maar jullie hebben gelijk. En in Frankrijk is het ook verschrikkelijk. Nee, weet ik. Dus... in die zin mogen we, ook al ben ik dus nog steeds heel erg kwaad op Rutte en Van Dissel en dat soort types, omdat ze het een hele tijd gedownplayed hebben in het begin. Zeker in februari, maart. In het begin in ieder geval. Maar ik ben toch wel blij met die, wat ze dan noemen, intelligente lockdown die wij hebben. In ieder geval dat mensen nog wel enigszins vrij zijn hier. Ik vind dat wel... Per 1 juni moet je... Nee, maar toen begon, toen zei je, hier in Portugal, nou, daar kunnen ze mensen echt niet binnenhouden. En hier in Portugal zullen ze het allemaal nooit doen. En je schrok er eigenlijk van, want je had gedacht dat ze, want die mensen zitten allemaal s'ochtends in het café. En jij dacht, dat kunnen ze niet doen. Nou ja, ik dacht, die boeren en vissers die helemaal niet wired zijn, dat die daar scheid aan hadden. Maar ja, dat hangt hier overal met dreigende borden. Het is gewoon een beetje begonnen geworden. Dus... ja, en het lijkt me dat de politie in Portugal een stukje strenger is dan hier, de handhaving. Ja, die zijn, dat is gewoon, het is in Spanje, weet je, Guardia Civil, weet je, dat moet je niet geen geintjes. Nou ja, tot 1976 fascistisch geweest, toch, dat land? Ja. Nee, maar daarom kijk, goed, in Portugal hingen dus in januari hingen al de waarschuwingen voor de metro voor. En in Nederland, kijk, dat kan je, dat er nog steeds, ik las gisteren de krant, in Portugal maken ze 1 miljoen mondkapjes per dag. Die gaan naar de export. Waarom zijn er in Nederland geen mondkapjes? Dat is natuurlijk het grote raadsel. Nou, daar heb ik me heel... parlementaire enquête waard. Ja. Nou, heel erg terecht, Arthur, dat je dat zegt. Daar ben ik dus het meest kwaad over geweest. Over die hele mondkapjes. Dat geliegen over het mondkapjesverhaal. Dus dat het niet nodig zou zijn. Hè, dat is ook gedownplayed. Er is nu net gisteren begonnen ergens in Oost van Nederland een fabriek met mondkapjes te maken. Dat is de eerste in Nederland. Dat is dus 4,5 maanden na dat... duidelijk was dat we een pandemie gingen krijgen. Nu zijn wij mondkapjes aan het maken. Het is natuurlijk gestoord. Is het dan waar dat, zei Robbie, Michael, dat Nederland heeft al die dingen aan China verkocht in februari? Nee, we hebben ze misschien geschonken, maar wij hebben zelf geen mondkapjes. Nog erger. Geschonken uit ziekenhuizen, opgehaald en daarheen gestuurd. Maar wij hebben geen mondkapjesfabriek in Nederland. Ze hebben het allemaal gestuurd. Wij hebben mondkapjes daarheen gestuurd om die lui te helpen. Ja, nou ja. Maar ik las zaterdag het interview in de Volkskrant met die viroloog die altijd op tv is. En die blijft maar ontkennen dat hij zegt, mondkapjes zijn niet nodig. Ja, nee, is dat niet... Het is niet bewezen. Het is niet bewezen. Nee, maar het is het gaat om kansvermindering. Kijk, luister, het is heel moeilijk om die besmetting te voorkomen als je in een omgeving bent waarbij iemand het virus spreading is. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is bijna niet te doen. Maar als die persoon een mondkapje draagt en jij draagt een mondkapje, dan is de kans op besmetting kleiner. Ja, natuurlijk. Michael, wat zeg je ouwe heer erover, de immunoloog? Wat zegt hij erover? Die gaat de straat niet op, maar die heeft ook mondkapjes in huis. En die heeft ook een beademingsapparaat. Want die weet ook dat als hij nu ziek wordt, dan komt hij niet meer op de IC. Dus wij zijn wel bewapend. Nee, maar zijn theorie daarover? Heeft hij een theorie? Nee, niet specifiek over mondkapjes. Maar feit is wel dat... Ik begrijp niet waarom er zo ontzettend een anti-mondkapjesbeweging is geweest in Nederland. Ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Nee. Nou, ik vind het wel parlementaire enquête waard. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het drama van de verpleegtehuizen, waar men wilde testen, maar dat gewoon niet mocht.
Vind je ervan, Michael? Het is een groot schandaal. Als de geschiedenis wordt geschreven van deze pandemie, echt? Moeten er koppen rollen, wat mij betreft. En dat zeg dat ik. Ja. Ja, maar echt. Eigenlijk, ik durf wel te zeggen, oké, dit is een gewaagde uitspraak. Ik noem het een soort eugenetica 2.0, wat hier gebeurt. Wow, of ja. Sociaal darwinisme, laten we het zo zeggen. Er is een dat zag je ook in het begin, ook in die verwarrende speech van Rutte op 15 of 13 maart, dat vergeet ik altijd welke dag het was, dat iedereen zo wegliep met, oh Rutte, nu is je eindelijk een staatsman. Terwijl ik hem daar hoorde zeggen, we gaan immuniteit creëren onder de horde. En we sluiten alle zielige en zwakke typjes, ja. Die sluiten we op. En vervolgens heeft hij gezegd, nee, dat is niet zo. Dus we hebben het beleid zogenaamd veranderd. Dat kwam ook omdat de Imperial College of de King College kwam toen met dat rapport dat als we niet zouden mitigeren, dan zouden er in Nederland bijvoorbeeld 500.000 doden vallen. In de Verenigde Staten 2.500.000. En in Engeland ook zoiets. Wat zou ik nou zeggen? En toen heeft men zogenaamd het beleid veranderd. Maar inmiddels hoor ik weer duidelijk dat het beleid is. En dat merk ik ook, want de scholen... Nou, even over die genetica gesproken. Het sociaal darwinisme. Nee, een voorbeeldje. Reinier van Danzig, D66 Amsterdam. Ja. Hoor ik ondernemer, niet te vergeten. Een mogul, heeft heel veel hipse tenten. Die heeft nu al gezegd, er moet een leeftijdsgrens komen in Amsterdam. Ja. Mensen, wij mogen niet meer de kroeg in. Terwijl wij zuipen en die hipsen zitten met een fucking avocado. Ja. Met sojakoffie. Maar dat was gewoon maar een ondernemer met een grote bek. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar in praktijk zie je wel... Wacht even. Ja, maar kijk, jongens, in dit geval... The chickens come home to roost, hè. Wij gaan over een maand, anderhalf zien... wat het gevolg is van het versoepelen van het beleid nu. En geloof maar dat er een tweede golf gaat komen in Nederland. En geloof maar dat die heftiger is dan de eerste. Als je nu even op Geen Stijl kijkt, zie je drie golven. Met drie mogelijkheden. Er is sowieso een golf. Die ene gaat zo. Maar wat mensen ook vergeten is... En er blijft een plateau, zolang er geen vaccin is. Het is gewoon een hele simpele regel. Dat zeg ik ook even tegen alle schreeuwers op Geen Stijl. Er is gewoon een heel simpel dingetje dat je kan bedenken. Dit virus is een behoorlijk heftig virus en het is geen griepje, want het veroorzaakt echt ravage in menselijke lichamen. Niet alleen in je longen, maar ook in andere ingewanden, lever, nieren, hersens, bloedklonteringen. En als je het vrijlaat, het virus, dan gaat het kankerhard en dan gaan er ook jonge mensen dood. Ja, maar dat is wat Rutte de intellectuele lockdown noemt. Ja, nou ja, in ieder geval, zolang het vaccin er niet is, en dat is echt heel lastig, dat vaccin, dat duurt echt nog 2 jaar. 2 jaar, ja. Moeten we dus, is het aan ons? Het is gewoon aan ons. Hoe azo zijn we? Hoe azo zijn we? Zijn we bereid om, of hoe dom zijn we bereid? Zijn we bereid om oma en opa op te geven? En jezelf, ben je bereid om je eigen leven op te geven? En natuurlijk is het ook waar dat als je het streng volhoudt, dan gaat de economie naar de kloten. Dan worden er ook mensen depressief en dan gaat er gebeuren. En er zijn ook heel veel mensen thuis. Jawel, er is echt wel heel veel ellende thuis. Ik sprak een politieman bij de Amsterdamse politie. Ik zei, hoe zit het nou met inbraken? Zo, ja, dat was een stuk minder. Maar wat ze nu vooral hebben, is telefoontjes van huiselijk geweld en zo. Er is gewoon meer dat soort ellende. Maar Michael, Henk ging afgelopen zaterdag naar het Oosterpark. Nou, het leek Woodstock wel, weet je wel. Zeker, Vondelpark ook hier. Stamvol. Ja. Ik wilde gewoon, wat ik al zei, dat doe. Kleedje, roseetje, goed. En je dacht je de enige was, Henk. Ik dacht helemaal lekker in mijn eentje zaterdag. Met 50 rechtsomkeerd. Maar ik zie dus nu ook op Facebook zie ik ook reacties van mensen, dat zeg ik gewoon eerlijk, die ik afhankelijk hoog had zitten. En die nou echt reageren van, paniekzaaier. En ja, maar dat is het lastige van mensen. Fascisten, politiestaat. Ja. Maar mensen zijn kort van memorie en weten ook niks van de geschiedenis. En snappen en de meeste mensen snappen ook niet hoe wetenschap werkt. En snappen ook niet bijvoorbeeld wat exponentiële toename en afname is. Kijk, als je dus dat beleid doet zoals wij doen, dan krijg je een exponentiële afname van besmettingen. En dat lijkt dan alsof, lijkt het net alsof er niks aan de hand is. Alsof hij weg is. Maar het gaat precies even de andere kant op. Als je het weer loslaat, dan gaat het exponentieel toenemen. Dus ja, weet je, ik heb ook opgegeven om de mensen te proberen te overtuigen van dingen. Ze merken het vanzelf wel. Ik bedoel, de chickens come home to roost in dit geval. Je ziet het vanzelf terug in de cijfers. Klaar. Die Surinaamse dame, doe het.
Ja? Je wil je roséetje drinken met z'n tienen? Doe het. Ik zeg, doe het. Nou ja. Over 2 weken. Je gaat het zien. Doe het. Nou ja, goed. Ja, maar tot je moeder sterft door dit gedrag, weet je, dan komt het wel weer bij. Gaat ze maar uitleggen. Ja, maar mijn zusje werkt dus in een verzorgingshuis in Nunspeet, dat is in het nieuws geweest ook. Er lagen 30 mensen, er zijn 15 dood. 15 dood. Ja, verschrikkelijk. Maar dat is dus in meerdere van de huizen. Het is nee, maar door heel Nederland. Het Joodse bejaardenhuis. Beit Shalom, 22 doden, ja, dat zag ik, ja. Maar die krijgen dus geen bescherming de eerste weken waar we het over hadden. Ze hadden helemaal niks. Ze moesten daar gewoon maar... Het is nog steeds zo. En ze zeggen het allerergste is, want ze werken met 5 mensen daar, voor die 30 lui. En zij doet dan, zij is activiteitenbegeleidster, maar ze zegt, die verpleegsters die doen helemaal niets. Ze gaan koffie drinken, die mensen zitten op een stoel, die laten het helemaal vervuilen, nemen afstand van ze. En die zijn dood, die zijn helemaal maar in dat, maar die situatie was voor de corona niet veel beter, hè, die verpleegkundigen. Precies, maar dan nog. Even wat zeggen. Want ik wilde net mijn sociaal-darwinistische theorietje nog even afmaken. Voor corona was het al zo dat wij ouder vandaag boven de 80 lieten sterven. Gewoon als ze longontsteking kregen, vaak in Nederland, dan werd er gezegd, nou weet je wel, het is wel mooi geweest. Dat is nooit zo hard gebracht, maar dat is wel het beleid altijd in Nederland. Wij zijn ook een van de eerste landen die euthanasie hebben gelegaliseerd. Wij zijn erg van, laten we het wrakhout vooral een beetje ruimen. En ik wijt dat. Ik wijt het, maar nu word ik als gek versleten, maar ik wijd dat een beetje aan de Noord-Dietse grondhouding. De moffen hebben dat in de jaren 30 natuurlijk ook geprobeerd. Zo is eigenlijk, nog voor de Jodenvervolging begonnen ze al met het afmaken van zwakke, zielige, zieke en misselijke. En ik heb het idee dat ergens in Zweden heeft het ook een handje van, dat die noordelijke landen, Engeland had het ook dat beleid van, we laten gewoon die ziekte lekker rondwaaien en ja, dan verliezen we wat onderweg. Maar ja, dat zijn toch vooral de zwakkeren. Die waren toch al klaar voor de uitvaart. Dat is een beetje wat ik het gevoel heb erbij. En door het opsluiten van die mensen in die verpleeghuizen en dat dus hun kinderen er niet meer bij mochten. Vaak mensen die kerngezond waren, die plotseling al ziek worden en doodgaan. Ja, ik vind dat een vorm van euthanasie. Eigenlijk. Ik vind dat een schande. Maar dan mag ik een hele andere vraag. Hè? Maar zijn we niet met te veel mensen op deze aardbol? Ja, nee, dat is mijn vaders theorie. Of mijn vaders theorie. Mijn vader is dus een oude immunoloog, althans. En ik vroeg hem in het begin van, nou pa, hoe zie jij dat nou? En toen, hij is ook lid van de Partij voor de Dieren. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk wel goed. Het is ook goed voor de dieren, dit. Minder mensen. Dus mijn vader is een beetje... Flora, fauna is prima, dit. Ja. Fascistisch, wat dat betreft. Ja. Nee, maar het vanuit is toch ook zo. Is dit best wel iets gunstig. Het heeft in zoverre even... Een goede crisis moet je altijd gebruiken, hè, zeggen ze geloof ik. Het heeft in ieder geval voor, denk ik, heel veel mensen wel de ogen geopend. Het heeft ook veel mensen... Kijk, we krijgen altijd... Dat is aan het begin van een pandemie of een epidemie heb je altijd dat mensen verbroederen. Dat hebben we nu, hè, die verbroedering. Je zal zien dat dat over een jaar of anderhalf, twee... Heb jij meestal zingen met Claudia de Breij dan? Op je balkonnetje. Wat zei u? Heb je meestal zingen met Claudia de Breij? Nee. Ik doe niet aan dat soort dingen. Nee. Nee, maar ik wil nog even mijn ding afmaken. Want kijk, de manier waarop de wereld nu consumeert en alles doet, heb je eigenlijk 2 planeten nodig. Dat is gewoon berekend. Dat kan niet zo doorgaan. De mensen kunnen niet maar blijven reizen. Er zijn 1,2 miljard Indiërs. Nou, die mensen, daar zijn er misschien 200 miljoen van die leven gemiddeld. Die andere miljard leven in totale armoede. Dus de theorie is klopt. Er moet iets gebeuren. In China is de middenklasse nu al iets van 600 miljoen of zo. Ja, nee, dat is in India trouwens ook. In India zijn er veel meer rijke mensen. Die willen allemaal een auto, Het grootste ding is... Hoe kan je de mensheid stoppen? Nou ja, de Malthusiaanse bond weer oprichten. Geboortebeperking. Weet je nog? Malthus, dat is heel lang geleden. De Neo-Malthusiaanse bond. Die pleitte voor geboortebeperking. Ja, was een goede club. China. Was voor de oorlog was het trouwens hoor, de oorlog dit. Maar wat ik wou zeggen is... Daarvoor? Als het aan mij lag, als het aan de kat lag, dan schopte ik iedereen het hoger onderwijs in, zodat ze zelf zouden... Hogere opleiding betekent namelijk mindere kinderen. Dus armoede leidt tot meer mensen. En geloof leidt ook tot veel mensen. Ja, maar dat gaat gelijk op, want arme mensen die niet ontwikkeld zijn, geloven eerder in God. Zo simpel werkt het ook.
Of zoeken hun heil bij een almacht. Maar je weet dat het feit is dat inderdaad met 7 miljard, 8 miljard burgers op aarde gaat het mis. Want we hebben te veel mensen, te veel dieren. Want al die virussen zijn zo tropisch of zo komen uit de dierenwereld. Springen over. Vaak wel van vleermuizen, maar goed, vleermuizen dan naar een ander dier en dan naar de mens. En dit is ook. Het is opmerkelijk dat we pas nu. Sinds 1918, dat we dat nu weer een echte pandemie hebben. Dat heeft toch 102 jaar geduurd. SARS is gedoofd, MERS is gedoofd. Maar dit is hem. En we gaan er nog meer krijgen van deze. En ik hoorde Bill Gates net zeggen dat de eerstvolgende die hij verwacht, de eerstvolgende pandemie, is een vuile bom. Een biologisch wapen. Dus een vorm van virusverspreiding middels... De Russen hebben een enorme bibliotheek Dat toch de Chinezen hem gaan gooien, zeg maar. Nee, maar terroristische organisaties... de Russen... Bijvoorbeeld één theorie is... Of één gevaar is... Dat Rusland gaat instorten omdat de olieprijs nu blijvend laag is. Dat is het einde waarschijnlijk van het bewind van Poetin op termijn. Overigens, dat Trump in het zadel is geholpen... is ook alleen maar vanwege die... het feit... Rusland probeert natuurlijk af te komen van al die... hoe noem je dat nou? Ik ben nu het woord vergeten. Dan zit je wel in de conspiratiehoek, vriend. Nee, is geen conspiratiehoek. Misschien had ik dat er niet bij moeten halen. Maar het draait... hoe heet dat nou? Nu maak ik mezelf volkomen belachelijk. Hoe heet het nou als je... De boycott. Er zijn boycotts, ja? Dus Poetin kan zijn geld niet kwijt over een deel van de wereld. Nu stort de olieprijs in. En dat betekent dat Rusland... zwak gaat worden. En de Russen hebben de grootste bibliotheek aan chemische en biologische wapens. Die hebben ze al verzameld uit de Sovjet-tijd. En er is gewoon ontzettend kans dat er nieuwe, enge of ja, virale infecties gaan komen. Maar die Bill Gates is toch ook vrij verdacht? Waarom? Waarom is die verdacht? Met zijn chip. Hij wil een chip implementeren. Ze zeggen toch ook dat hij de WHO financiert en zo. Ja, hij financiert van alles en nog wat, ja. Maar wat is daar mis en dat mee? Dat hij nogal veel macht heeft. Hij heeft invloed. De Bill Gates en Melinda Foundation geeft geloof ik meer aan ontwikkelingshulp dan... Ja, maar als we doorgaan, dan komen we bij Soros terecht. Dan is het einde zoek. Dan zijn ze gaan we nou ook nog aan het reageren. Gaan we nu ook nog Soros erbij halen? Mijn god zeg. Ik heb al genoeg Soros in mijn kop. Soros. Maar ik vind dat je behoorlijk op de hoogte bent voor iemand die depressief is. Robbie, we gaan dit programma doen tot het einde van de maand. Dan is die lockdown een beetje voorbij. Dan willen we een vast programma maken van 12 tot 2. Maar ik vind het wel de terugkeer van de hokjesman. Maar onder een nieuwe naam, dat je eigen rubriek hebt. Ik vind het geweldig. Eigenlijk wel, hè? Hokjesman is populair. Ja, hokjesman, dan wil je een beetje... Nee, maar gewoon die functie, wacht even. Wat is nou functie creep? Hoe schrijf je creep nou? Creep. Function creep. Creep. C-E-A-P? C-E-R-C-R-E. Ik ga het even voor je opzoeken. Wacht even. Ja, ik heb hem staan hier, maar... Ja. Dat jij gewoon een rubriek creeping together. Creeping together, double A. Creeping together, ja. Ja, dat jij gewoon een vaste rubriek krijgt. Ja, wat zei je? Moet je gewoon even een nieuwe naam denken. Want die hokjesman, daar zei je die aan houden. Maar de function creep. Jongens, sorry, zijn we hier nu bezig met een programma voorstel? Jij bent nu een pitcher. Jij bent een pitcher nu. Nee, oké. We rollen een beetje langer pitchen, anderhalf uur. We rollen het even af en dan praten we nog even verder. Willem, Willem, knip je er wel dingen uit? Want er is zoveel ballast nu. Alleen het einde. Hé, joh, weer gek, man. Jij denkt oud-mediaal. Ja, maar het gaat alle kanten op, jongens. Ja, dat is het leuke voor die twee luisteraars. Oké. Nee, maar we stoppen nu het einde van het programma. Maar Henk doet altijd een dansje. Heb je dat gezien? Nee, nu niet. Het is een zwaar onderwerp. Nu heel ongepast, Robby. Heel ongepast. Je hebt geen gevoel voor decorum, Robby.